No gunshots, but they getting low, 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 low. Yo, what up YouTube? Leuk dat je weer te kijken naar een nieuwe video. Hier doe ik kanaal van Zombie Squad Alpha en het is natuurlijk deze week Halloween week op mijn kanaal. En daarom doen we een custom zombie Halloween map. En het is de map Calamity volgens mij, ik weet niet of ik hem goed uitspreek. Maar hij was gerequest bij Cod Dave en die vroeg van, zou je in je Halloween week deze Halloween custom zombie map willen spelen? En yes, dat gaan we natuurlijk doen. Go join your legs. En ja, we kijken hoe ver we gaan komen op deze map. Dus misschien dat ik de video wel gewoon ga splitten over bepaalde dagen. Dat jullie dan elke dag deze map krijgen. Misschien ga ik eerder dood en dan zien we wel hoe ver we komen. Dat het misschien 1 of 2 video's wordt of blijft. You never know. Oké, kom maar. En daar hebben we Mr. Pumpkin. En die zijn we natuurlijk vandaag al... deze week, gisteren natuurlijk, zijn we die alweer tegengekomen. Laat ik even een andere gun kopen. In de unboxing video, dus daar is hij dan weer. En ik heb geen tijd om te kijken wat er allemaal op deze map is, want ik hoor zoveel. En ik ga alweer dom praten, maar er wordt zoveel druk op me gelegd, want al die ramen zijn open en ik ben in mijn uppie. De solo playthrough. Daar blijven. Granaat dan. Ik wil een kraler. Juist. Nu kunnen we even de map exploren, jongens. En ik moet niet vergeten dat ik in World of War geen tactical heb, dus dat ik met B kruip. En ik kan de ramen niet dichtmaken. Laten we even gaan kijken. Lightning. Beneath darkness. Oké, dan hebben we hier de pumpkin. Ik weet niet of er wat gebeurt. Misschien... Knife. Nee, help me. En wat hebben we hier? De quick revive. Laat ik hem hier maar even innemen gelijk. Nightmare Before Christmas. Dat is een awesome movie trouwens. Ja, niet los, knijven. Nee, niks. Oké. Dat was wel voor die. Welk land is dit? Oké. Bye, baby. Laten we maar doorgaan. Want ik ben wel benieuwd wat er allemaal op deze Halloween map is. Hopelijk zitten er wat Halloween Easter eggs op. Onthoofd. Shit. Oké. Was niet mijn bedoeling. Wat dat was een glitch, jongens. Oh my god. Oké, we gaan dit openmaken, want dat was mij te grappig. Question mark op de muur. Ik weet niet. Oh, ik zie alweer awesome dingen hier in de map. Oké, wat is hier gaande, jongens? Zoveel zombies. Kan ik hierover? Ja, tuurlijk kan ik dat. Double points heb ik echt nodig. Kom eens. Wow, kijk die giant pumpkin dan. Oké, dit is een artillery gun. Dit is een box location. Is dit de box? Nee. Nice. We hebben een spook. Oh, deze is griezelig. You must activate the power first. Oké. Ik vind hem best wel pittig deze map, vooral solo. Oh my god, ik kan hem niet pakken. Ik dacht dat ik hem op kon pakken. Oké, laten we... Hier kunnen we niet heen. Oké. Hier ook niet. Is dit dan alles, jongens? Dat ga je niet menen. Een nieuwe debris van 2000. Oké, op die tour. Nou, oké. Laat hem dan maar gaan killen. Wat is dit? 1200 konden we een gun kopen. Laten we hem doen. Ik ga voor die sparen. Nice. We hebben genoeg cash in onze pocket. Oh, nice. Black Ops 1 gun zit erin. Nice. Nice gedaan. Wat de hel is dat dan? Wow. Keep it easy with my friends. Kijk wat ik allemaal zeg, jongens, in paniek. Keep it easy with my friends. With me is het natuurlijk, hè. Bye, zombies. Een kaboemetje eruit. En let's go. That just never gets old.
En ja, we gaan lekker verder. Een kaboom pak ik eigenlijk normaal nooit als ik met meer gasten speel. Maar ja, het moet natuurlijk nu wel, want ik ben solo en deze map is bit hectic. Kom op, ik wil een kruilen. Kom maar jongens. Geen zombie indicator, dus ik weet niet of dit de laatste is, ik denk het wel. En ik heb jou nodig als galen. Oké, laten we gelijk volgende ronde gaan jongens. Is dit een easter egg? Ja. Ja. En ik doe het gewoon random jongens. Ik wist het niet eens, maar ik zie hem twee keer hangen. Dus ik denk van ja, dat is zeker iets van een easter egg. Oké. Time to change the gun. En ik wil nog niet dood. Nog langer niet, nog langer niet. En ik wil nog niet dood. En jongens, ik hoop dat jullie ook die unbox video's leuk gaan vinden. Want ja, ik heb er wel mijn best voor gedaan. En het is gewoon voor de grap natuurlijk. Het zijn allemaal, zoals ik het noem, allemaal goedkope rotzooi. En ik zie nog een poster hangen, dus ik heb een kraler nodig. Reload, man. Oké, take this one. Gaan we even puntjes maken om te knijven natuurlijk. Oh, ik vergeet het. Ik speel op de Xbox Tactical. En dan is B knijven en hier niet dus. Beetje rustig met mij. Beetje rustig. Beetje rustig. Opzuiten. Oké. Wel een awesome map. Ik heb weer wat... gedaan. Ik weet alleen niet wat er gebeurt. Dat gebeurt als pompkin schiet niks. Pompkin. Oké, ik heb muziek geactiveerd. Ah, dit is copyrighted music. Snel. Dat mag niet. Ik ga het gelijk even zachter zetten, jongens. Misschien knip ik dit wel uit. Music staat uit. Hoe kan dit nou? Lastig. Oké, ik kan door de tent heen lopen. Maar, dit is Halloween. Dit is Halloween. Is hier nog een gun? Storage is 1000. Oké, jongens, waar is hier nog een gun? Kan ik hier wat mee? Het is Halloween, na 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 na. Oké, het is een leuke map. Het bevat me wel. Dus God, Dave, dank jullie wel. Of dank jullie wel, dank jou wel. Dank je wel. Sorry, ik ben een beetje in paniek. Want ik heb niet zoveel goede guns. Laten we deze opengooien. Oh yeah. En zo is het. Oké, die zombies... A bit in panic, I guess. Klopt niet helemaal deze map, jongens, maar ja. Maakt niet uit. Wat is dit? Desert Eagle voor 1000. En ik hoop echt niet dat ik problemen ga krijgen met deze video voor de copyrights, maar we gaan wel kijken wat het gaat brengen. Oké, ik heb weer een gun die... Oh my god, die niet echt met me meewerkt. Kaboom maar eruit dan. Never
Oké, beter snel. Wat krijg ik? Een Desert Eagle. Oké, weg van je hier. You're gonna be in trouble otherwise. Oh, ammo. We need that. Oké, we hebben een kruiper. Ik wil nog even een andere goede gun hebben, dus... Nice. De plasser! PPSH. Altijd nice. Kom maar, zombie. You were killed by a Desert Eagle. Oké, gelukkig is die muziek over. Even kijken, wat is dit? Dit is de control room, I guess. En hier is van alles, maar ik denk dat ik parts moet vinden om de stroom aan te zetten. Wow, dat is pretty close, guys. Oké, dit wil me dood. Oh, wat een mazzel. Oh, vergeet ik weer dat ik... Ah, shit, ik moet echt niet vergeten dat ik niet tactical speel. Reload. Oké, we gaan een knife als een gek natuurlijk, want dit zijn punten voor life. Oh, we worden beloond deze ronde, jongens. Echt niet normaal. De laatste twee. Even wachten tot de instakje over is. Want dan kunnen we natuurlijk deze mannetjes even lekker in kralen veranderen. Ik kan alleen niet zien hoeveel kills ik al heb gemaakt. Dit is Halloween. Kijk, dat is wat we nodig hadden. Let's go. Ik vind die Desert Eagle wel best wel nice. Open up this door, I guess. Oké, ik kan door de helft van het ding heen lopen. Hoe krijg ik dit stroom aan? Oh, wat is dit? Nice. Niet bij de hand doen. Oké, jongens, we gaan weer naar een andere ruimte toe. En nog steeds heb ik de power switch niet gevonden. En dat vind ik wel leuk in dit soort maps, maar dan denk ik ook bij mezelf van... Zorg dan wel dat het een beetje doenbaar is en haalbaar is. En tot nu toe gebeurt dat, dus ik hoef nog niet zoveel te stressen, alleen... Het is een leuke map, maar hij is niet al te mooi. Power must be on first. Ja, dat is een probleem, want ik weet niet waar het is. Laten we hier maar gaan liggen. Hop, dat doen we dan ook even voor al die andere automaten. Moet die ook bij deze werken? Bij deze weer niet. Kijk eens jongens, Mr. Pumpkin. Wel nice gedaan hoor, eerlijk is eerlijk. Het is wel helemaal Halloween. Hier is hij weer natuurlijk.